fiets eigenlijk vanaf mijn 8e jaar. En ik heb dan vanaf mijn 21 op 29 niet gefietst. En dan verder is het eigenlijk altijd. En dan ja, met name wedstrijden en dan eigenlijk op amateurniveau. Ik heb dan bij elkaar 5 nationale titels behaald. 1 op de weg. Dat is dan vrije renners categorie. Dat is gewoon dan de wegwedstrijd. Dat was in 2004. En in 2007, 8, 9, 10, 4 jaar op rij ben ik dan Nederlands kampioen tijdrijden vrije renners geweest. Dat werd dan eigenlijk altijd verreden in Texel. En dat is dan gewoon echt een individuele tijdrit tegen de klok. En daar heb ik dan 4 truien in verdiend. 2012 heb ik het WK ploegentijdrit in Valkenburg mogen rijden. Dus erg leuk om mee te doen. En daar zijn we dan ook wereldkampioen geworden. En dan reden we dan een ploegentijdrit met 4 mensen. En de gemiddelde snelheid die we daar behaalden was 47,5. En daar zat dan de Bemelerberg en de Kouwberg in. En dan veel criteria beschreven, vooral met name in het Westland, want daar kom ik oorspronkelijk vandaan. En ik woon dan sinds 2013 in Valkenburg. Ik vind het erg leuk en ben daar ook best trots op dat ik genomineerd ben als sporter van Valkenburg. Ja, ik zie het toch een beetje als een soort bekroning van de wielerjaren die ik tot nu toe heb achter de rug heb. Hi, ik ben Raf Hendricks, 18 jaar uit Bergen-ter-Bleit en ik ben genomineerd voor individuele sporter bij het Sportgala in Valkenburg. Ik vind het super fijn dat ik genomineerd ben hiervoor na alle prestaties van de afgelopen jaren. Trainen hier is zwaar, maar ik vind het wel leuk. Elke training opnieuw, elke avond, elke ochtend opnieuw word je op de proef gesteld om het beste en uiterste uit jezelf te halen. Dit doe ik samen met mijn teamgenoten en dat is een hele steun omdat zij eigenlijk door hetzelfde gaan als ik. Dit is eigenlijk de basis voor mijn prestaties, dus alles wat ik bereikt heb en wil bereiken, dat begint hier of in de sportschool. En dat maakt het eigenlijk extra leuk. Mijn prestaties over de afgelopen jaren zijn gegroeid. Ik ben van meerdere malen Limburgs kampioen naar meerdere malen Zuid-Nederlands kampioen geworden in nieuwe Limburgs records en Zuid-Nederlands records. Hierbij ben ik op de Nederlands kampioenschappen afgelopen jaar 2 keer tweede geworden in Eindhoven. 2 keer zilver op de 100 en 200 meter borstkarrel. En heb ik dit na door kunnen zetten naar de Open Nederlands kampioenschappen om als jeugdzwemmer tussen de senioren brons te winnen op het Nederlands kampioenschap. Dit was een hele eer voor mij, omdat het eigenlijk altijd mijn droom was om het zo te doen. En nu hopen dat het nog beter gaat uitpakken, zodat ik goud kan winnen dit jaar op de Nederlandse Open Senioren kampioenschappen. Nogmaals vind ik het een hele eer dat ik genomineerd ben als individueel sporter van het jaar. En hoop ik ook dat het nog vaker voor mag komen en dat ik mijn prestaties zodoende kan opvoeren dat het succes door zal blijven gaan. Ben, nu was hij hier, hè? Hier kwam je boven, ja?